Lukt het VOC om voor de vijfde opeenvolgende keer de finale om de landstitel te bereiken? Dan moet er gewonnen worden van Quintus uit Quinsheul. Vorige week eindigde de eerste halve finale in 31-31. Nadat VOC een voorsprong van maar liefst 9 punten in het laatste kwart van de wedstrijd uit handen had gegeven. In de openingsfase in Sporthal Elsenhagen gaat het gelijk op. Dit is de 3-3 van Britt van der Baan. VOC spelend met Rachel de Haas en Dionne Housheer. Allebei genomineerd voor handbalster van het jaar. Housheer krijgt de bal. En schiet, maar ziet haar inzet gestopt worden door doelvrouw Esther de Vos van Quintus. Die daarna de bal kwijt is. Maar hem ook weer gelukkig vindt. VOC, de nummer 1 uit de reguliere competitie. Slechts 1 partij verloren. Thuis van Dalfsen. Alle andere wedstrijden werden gewonnen. Scoren van Anouk Swinkels betekent de 6-7. Quintus gaat brutaal aan de leiding. Het wordt dan 9-9. En via Rachel de Hazen is dit de 10-9. De voorsprong dan eindelijk voor de ploeg uit Amsterdam-Noord. De ploeg van Ricardo Klarijs. Die zo graag die landstitel wil prolongeren. Afgelopen week de bekerfinale bereikt. Na een klinkende zege op die andere concurrent Dalfsen. Scoren weer van VOC dat langzaam uitloopt. Via Kim Lunter wordt het 12-9. Maar dan de overtreding van Thalisa Groen. Het komt er op een tijdstraf van 2 minuten te staan. Strafworp wordt benut door Lisanne Swinkels. Zij maakt 12-10. En in ondertal ziet VOC de voorsprong vervolgens verdampen. Het wordt 12-12. Zitten vlak tegen de rust aan. En uiteindelijk is dit de Hazen die de ruststand bepaalt op 13-12. Een nipte voorsprong voor VOC. Het gaat opnieuw niet makkelijk. Maar in de tweede helft. VOC ziet hoe de doelvrouw Sanne Leenders hier prima redt. En dan de break voor de Amsterdamse ploeg. En daar is Bo van Wetering. Zij scoort 16-13. Opnieuw wordt er een gaatje geslagen. René Romein, de coach van Quintus. In het verleden natuurlijk bij Aalsmeer gezeten. En 1 jaar of 10 geleden succescoach bij Quintus. Landstitels en bekers gewonnen. Terwijl de Hazen haar inzet gestopt ziet worden. En de uitbraak daar is via Iva van der Linden. En die brengt het verschil weer terug tot 1. Het is 16-15. Maar als Quintus dan via Angelique van Duivenbode en Daisy Hagen 2 speelsters heeft die op de bank een tijdstraf moeten uitzitten, slaat VOC toe via Bo van Wetering. Zij neemt haar ploeg bij de hand. Het is 17-15. Romein roept zijn speelsters nog een keer bij elkaar. Maar Van Wetering is ontketend, maakt 22-17. Speelster van Oranje onder 20 zal in die tweede helft liefst 8 keer scoren. En dat is Quintus te machtig. Opnieuw balverlies. De dekking is veel beter verzorgd in die tweede helft. En VOC slaat genadeloos toe. 24-20 weer Van Wetering. Dit geeft de ploeg van Klarijs niet meer weg. De eindstand wordt uiteindelijk 24-22. Laatste treffer is van Lisanne Swinkels. Maar het feest is in Elsenhagen voor de thuisploeg. Zij spelen de finale tegen of Dalfsen of VNL.